Call of Duty is een van de meest fast-paced spellen die je ooit op de market gaat vinden. Niets is zo fast-paced als Call of Duty en dat kan je zien door hoe snel je moet reageren op alles en nog steeds super accuraat moet zijn. Als je een schot mist, dan kan dat een gevolg zijn tot je dood, zoals deze motherfucker die gaat voor mijn neus dood. En natuurlijk onthoud ik dat en met mijn snelle sensitiviteit kon ik erop reageren. In deze clip hoor ik rechts achter iemand springen. Ik wil daarop reageren, maar ik zie iemand voor mij en ik moet hem doodmaken. Daarna reageer ik op degene achter mij en ik merk dat iemand op de map showt als een rotere dot en daar wil ik ook op reageren. Ik moet wegrennen, want ik ben onder bloed en het gaat zo fast pace, jongens. Ik kan het niet meer bijhouden. Ik snap nu eindelijk waarom de mensen van e-sports zoals een idioot zo snel moeten praten. Want er gebeurt gewoon echt zoveel tegelijk dat je het amper bij kan houden met je eigen mond en zo snel kunt praten. Ik probeer uit te leggen wat ik aan het doen ben, maar het gaat al zo snel dat ik ben vergeten op het stukje waar ik het over wilde vertellen. Ik gebruik mijn specialist omdat ik in paniek was en ik heb er toch wel gebruik van kunnen maken, I guess. Ik maak daar een lekkere frenzy kill. Ik heb geen idee hoeveel kills dat is. Maar als je erover na gaat denken, hoeveel spellen ken jij die net zo fast-paced zijn als Call of Duty? Heb je ooit iemand een puls zien gebruiken en bijna instant erop gereageerd? Heb je ooit een spel gehad dat jouw sensitiviteit en reactievermogen voor dingen zo erg heeft geïncreased dan Call of Duty? Want ik niet. Zonder Call of Duty had ik eigenlijk nooit zo een goede increase gehad op mijn multiplayer gameplay. Ik zal daarom even uitproberen te leggen wat ik aan het doen ben. Ik zie een speler, maar ik zie een andere. Daarom breek ik de line of sight, zodat ik niet van twee kanten tegelijk kan beschoten worden. Ik spring in de lucht, omdat ik dacht dat hij me zou aanvallen. Ik spring nogmaals in de lucht, zodat ik op een andere hoogte zit dan hij mij verwacht. Ik val ze van achteraan en ze hebben geen idee. Ze zijn in de lucht aan het schieten of zo. I don't know. Ik switch naar mijn pistol, omdat ik bijna out of ammo was. En anders moest ik reloaden, terwijl iemand voor mijn neus stond. Holy shit, dat was zo om uit te leggen. Anyway, ik gebruik nu een shotgun met suppressor, omdat ik Dark Matter wilde halen. Er zit echt 5 miljoen attachments op. Dat is zo'n challenge die je ervoor moet doen. En ik heb uiteindelijk nog steeds geen Dark Matter kunnen halen. Ik moet nog de shotguns en de snipers. Op een dag, ooit, misschien volgend jaar, misschien over 20 jaar, krijg ik Dark Matter, jongens. Hou hoop voor mij. Het gaat me lukken. Ooit een keer. Misschien eigenlijk niet. Maar als ik doodga, dan kan ik dat niet van mijn bucketlist afschrijven. Dus ja, ik moet wel even mijn best ervoor doen. In ieder geval, je leert echt gamers kennen door gewoon te bestuderen hoe zij denken, hoe zij spelen. En hoe langer je een multiplayer game speelt en hoe langer je in die multiplayer zit, hoe sneaker je gaat zijn en hoe meer je gaat begrijpen hoe de mensen spelen. Je gaat nooit een nieuwe game kunnen spelen en in één keer erin hoppen en begrijpen waar en wat gebeurt. Want het is gewoon niet zo. Dat werkt niet zo. Elke game speelt iemand anders. En Call of Duty is nou eenmaal het spel dat ik het lang speel. Dus ik begrijp hoe de mensen denken, hoe de mensen spelen, waar ze zitten, waar ze campen. De corners, de donkere hoekjes, dat weten we ondertussen allemaal wel. En jullie hadden ondertussen vast wel door dat ik super erg een konijn ben. Altijd maar die bunny hops, jumps. En ik zal je laten zien waarom. Moet je zien wat ik net heb gedaan, hoe dat eruit ziet voor een andere speler. Bam, ik ben weg. 1 seconde was ik in zijn sight. Hij loopt naar beneden, want hij zag me daar naartoe gaan. Hij ziet mij. Oh, waar ben ik nou? Waar is ze nou? Ja, niemand weet het. Wat heb je nu te zeggen over bunny hop, bitch? Nee, oké, maar niet iedereen is zo slecht als die VMP dude die je hier op je scherm ziet. Dus we kunnen het niet hem kwalijk nemen. Anyway, ik denk dat jullie wel begrijpen waar dit naartoe gaat. Want ik wilde gewoon aan jullie vertellen waarom ik van Black Ops hou. En dit is de main reason ervan. Ik hou gewoon van fast pace en ik hou van snel reageren. Ik hou van hoge sensitivity en ik hou van 60 frames per fucking second. God fucking sake. Waarom hebben alle PlayStation games nog niet eens 60 frames per second? Dat is echt unbelievable. Anyway, ik wilde ook nog aan jullie vertellen dat Femke en ik zal een linkje van haar in de beschrijving zetten, een leuke challenge gaan doen op Call of Duty binnenkort. Dat wordt een challenge die opgegeven wordt door jullie. Gewoon mensen van Twitter. Je kan een challenge of wat dan ook insturen. Een of andere gast heeft ons laatst gestuurd. Koen heet hij. Dat wij dezelfde score moeten krijgen qua kills en deaths. Dat is heel spannend. Dat lijkt me echt super leuk. En ook een challenge wie het meest dood kan gaan. Stuur gewoon maar de gekste in die je kan bedenken. Desnoods doe je. Ga in combat training en zorg ervoor dat geen enkele robot je ziet. Dat is ook super leuk. Maak het maar zo gek als je kan. Wij zullen het volgende week doen of wanneer dan ook. Ik heb nog geen idee. Ik laat het jullie nog weten en I will see you guys in de next video.